zouden naar de haven gaan. We zijn op een haven, maar een andere haven, de luchthaven van Den Helder. Dit is het vliegveld waarvan de helikopter vertrekt met de bemanning die op de K14 de metingen in de gaten gaat houden. Mijn naam is Willem van Ockersen. Ik ben inspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen. Staatstoezicht op de Mijnen is de toezichthouder voor de olie- en gassector in Nederland. Staatstoezicht op de Mijnen die kijkt naar de veiligheid van mens en milieu bij olie- en gasbedrijven. We gaan kijken vandaag naar de uitstoot van methaan als broeikasgas. En ik ga een aantal dingen op het platform controleren om de metingen betrouwbaar te doen zijn. Waar ga je specifiek op letten? Ik ga letten op of er normale bedrijfsomstandigheden zijn, representatieve bedrijfsomstandigheden. Een van de parameters waarvoor ik daarnaar kijk is of de hoeveelheid gas die geproduceerd wordt normaal is. En of diverse andere apparatuur constant en normaal draaien. Verder ga ik kijken naar het loslaten van het tracergas. Op het moment dat het meetschip langskomt, dan moet er een juiste hoeveelheid tracergas worden vrijgelaten. En ik ga kijken of dat op de juiste manier gebeurt.